waardoor je maandenlang, dagenlang, jarenlang verkeerd kunt ademen zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Omdat de afstand tussen deze en deze is zo hoog, zo groot, dat het lijkt alsof daar gewoon een schot tussen staat. Want natuurlijk, mensen die op een gegeven moment diabetes hebben omdat ze overgewicht hebben, die hebben vanuit die onderste systemen al 200.000 signalen gehad. Stop nou met eten, doe wat minder, adem wat rustiger, ga wat meer bewegen. Ik bedoel, dat lijf heeft 100.000 signalen gegeven. Verander een patroon, stop hiermee. Maar mensen negeren die signalen en zijn in staat om die signalen te negeren, omdat ze vanuit die neocortex reageren op al die prikkels en de afstand met die diepere lagen een beetje kwijt zijn. Wat nu prachtig zou zijn, is als het jullie lukt om door middel van sport die mensen hun lijf weer terug te geven, waardoor je vanuit dat lijf straks weer betere signalen naar de hersenen krijgt, waardoor gedrag verandert, waardoor een patroon verandert, waardoor dat doorbroken wordt. Want mensen zijn zich er vaak helemaal niet van bewust. Mensen hebben er helemaal geen erg in dat als ze 's avonds voetbal kijken op de bank zitten en daarbij 22 keer per minuut ademen alsof ze door een park aan het fietsen zijn en daarbij bier, cola en chips drinken, dat gedrag dit enorm in de hand werkt. Maar mensen zijn daarbij een soort verslaafd aan positieve sensaties. Dus ze denken alleen maar, ja, bier is lekker, chips is lekker, ik heb het wel verdiend, want ik heb de hele dag gewerkt. Dus die positieve prikkels die dat instant heel kort op dat moment geeft, die maken dat mensen blijven eten, blijven zitten, maar daarbij heel onrustig zijn. En wat er gebeurt op het moment dat jij door middel van slim sporten, intensief bezig zijn en je lijf fitter maakt, is dat mensen hun lijf veel beter voelen. Dus dat ze in plaats van dat ze alleen maar reageren op die positieve prikkel die de smaak van bier, cola of chips heeft, dat je meteen ook wel je lijf voelt en denkt, ja, zit mijn lijf wel echt te wachten op nog meer eten of nog meer drinken of zitten? Nee, natuurlijk niet, want het lijf dat doet niets anders. Als jij overgewicht hebt en daarmee diabetes, doet je lijf niets anders de hele dag dan jouw signalen geven dat dat patroon doorbroken moet worden en dat dat helemaal niet goed is en niet werkt. En dit zie ik echt een beetje als het missionariswerk van stans met de apparatuur, met dat sporten. Want wat je kunt doen daarmee, door het inzichtelijk te maken, wat doet je ademhaling, wat doet je hartslag, hoe werkt dat op het moment dat je fysiek niets doet en op het moment dat je fysiek gaat inspannen, is dat je mensen die intellectueel sterk zijn, analytisch zijn, veel denken, maar daarbij eigenlijk zoveel denken dat ze hun eigen lijf niet meer voelen. Dus je kunt je afvragen hoe slim dat is, maar dat gebeurt er wel. Is, je bent in staat om dit hele gebied te gebruiken om inzicht te geven in het lijf. En dat is zo ontzettend waardevol dat je mensen het kunt laten zien wat er gebeurt, dat je mensen precies kunt uitleggen waarom het belangrijk is. En dat dat niet in algemeenheden blijft hangen, maar dat je gewoon kunt zeggen, jij hebt op dit moment nu dit patroon. En een veel voorkomend voorbeeld, en ik zal het even aan de hand van een voorbeeld uitleggen, is dat je ziet, is dat als mensen op de fiets zitten en ze beginnen te fietsen. En die fiets die staat op 20 watt en die wordt iedere minuut iets zwaarder. Ik neem aan dat jullie hier ook gewoon met het protocol werken van stans 20 watt, iedere minuut 20 watt erbij. En dat je dan ziet dat als iemand bij 40 watt
een ademfrequentie heeft van 26 en een hartslag van 110 en iemand heeft daarna bij 80 watt een ademfrequentie van 25 en een hartslag van 119 en dan is de kaars al bijna leeg. Ik zou deze echt opschrijven, want dit is een heel simpel voorbeeld, maar het is heel veelzeggend. Want wat zie je gebeuren, is als de fiets op 20 watt staat, iemand ademt daarbij 26 keer en heeft een hartslag van 110. Vervolgens wordt de fiets 60 watt, nou, dan gebeurt er wat, vervolgens wordt de fiets van 60 watt 80 watt. En dan zie je dat iemand een ademfrequentie heeft van 25 en een hartslag van 119. Wat gebeurt hier? Wat zegt dit? De weerstand wordt hoger, maar doordat het lichaam een soort van in ontspanning komt, omdat het bezig is, blijft die waarde, normaal zou je verwachten dat omdat het zwaarder wordt, dat het lichaam ook meer gaat reageren. Dus meer gaat ademen en een hoge hartfrequentie, maar eigenlijk komt het lichaam juist in ontspanning door het sporten, waardoor dit een beetje gelijk bent. Ja. Toch? Ja, goed opgelet. Goed opgelet, hè? Ja. Dat is precies wat er gebeurt. Dit is precies wat er gebeurt.